Ik ben Paul Veger, ik ben 50 jaar, ik ben directeur van Dekos en ik wil u graag meenemen naar deze papierloze wereld. Wij zijn 3 jaar geleden begonnen om volledig papierloos te werken. Dat betekent zero tolerance papierloos, geen papier, niets, geen visitekaartjes, geen prullenbakken. Helemaal papierloos. Nou, als wij papieren post krijgen, dan sturen we altijd gelijk een bericht naar de verzender van stuur ons nooit meer een brief. Wij doen geen zaken met mensen die op papier willen corresponderen met ons. Dan zoeken we een andere leverancier die volledig digitaal wil werken. Het gebouw kan ook alleen maar zo zijn zoals het is, hè, omdat we geen kasten hebben. Want ja, we zouden tegen die schuine wanden geen kasten kunnen zetten. Dus het is ook echt een ontwerp geweest, ja, voor een kantoor van de toekomst. Het is echt ingesteld op een moderne werkwijze en het is ook een heel fijn gebouw om te werken. Ja. Papierloos werken is al heel lang iets wat een belofte was en daarom hebben wij besloten het hier nu echt volledig te gaan doen. Want alle techniek is ervoor, het kan echt weg en Dekos medewerker heeft nooit een pen nodig. Nou, voor een ondernemer is het heel belangrijk om papierloos te gaan werken, omdat je bedrijf wordt er met name sneller van. Dus je kunt sneller reageren. Als een klant jou iets vraagt, informatie komt binnen en je geeft sneller een antwoord, sneller een offerte. Ja, dat vinden klanten ook fijn, want klanten zijn ook gewend aan meer snelheid. Dus de snelheid van je bedrijf neemt toe, daarmee de efficiëntie. En je krijgt min of meer cadeau dat het ook nog voordeliger is, want je hoeft geen papier en printers te kopen. En het is nog goed voor het milieu. Nou, wat wij zien als mensen papierloos willen worden, is dat het heel fijn is om dat natuurlijk te koppelen met een intern verhuizingje of met een externe verhuizing. Maar als je toch gaat verhuizen of intern wat gaat veranderen, nou is het natuurlijk super om gelijk alle kasten weg te halen en alle prullenbakken weg te halen en op die manier al gelijk een signaal te geven. Het is natuurlijk een heel natuurlijk moment. Als je zo'n moment niet hebt, dan kan je natuurlijk gewoon zo'n moment creëren door de verhuizer te bellen en de kasten te laten ophalen. Het is een gewoon fijne manier om te werken. Het is licht, het is, ja, je hoeft nooit op te ruimen. Ik vind het heel transparant en helder en snel. Dus het, ik heb er nooit nog spijt van gehad. Nee. Het enige kan je misschien zeggen dat mijn handschrift wat minder wordt, omdat ik echt al jaren geen pen meer gebruikt heb. Het is eigenlijk, waar wacht je op?